Mevrouw, de avondklok gaat vanavond in. Wat vindt u daar zelf van? Ik vind het goed. Oh ja? Ja, ik denk het wel dat het beter is. Ja. Vindt u het zelf niet vervelend dat u niet meer de deur uit kunt? Nou, voor mezelf niet, maar ik vind voor de jeugd is het niet zo heel leuk natuurlijk. Nee. Dat ze thuis moeten blijven. Ja, ja. Zware tijden. Zware tijden, maar ze moeten even door zijn. Maar niet voor alleen avond. Ja, door. Ja? Om het onder de knie onder controle te krijgen, zeg ja, maar. Ja, precies. Ja. Maar we mogen ook maar één iemand meer ontvangen thuis. Ja. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat wordt lastiger. Ja. Ja. Ik denk dat je beter helemaal geen visite uit kunt nodigen. Ja, ja, ja. En hoe lost u dat op? Via online misschien? Bellen of? Ja, we hebben WhatsApp in de familie. Ja, precies. Precies. Dat lukt allemaal wel. En in uw omgeving, wat zijn de reacties daarop? Hoort u dat ook wel eens? Ik heb weinig reacties gehoord. Je spreekt nu niet zoveel mensen. Nee, precies. Ja. Oké, nou, bedankt voor uw reactie hoor. Avondklok vanavond. Wat vindt u ervan? Ik vind het prima, meneer. Oh ja, heeft u, hoezo? Prima, leg nou, uit. Nou, ik kom s'avonds niet buiten. Nee, ja. Na het eten loop ik nog een rondje. Ja. En dan ben ik om 7:30 weer binnen. Oké. Dus ik heb daar zelf geen problemen mee. Ja, u staat er achter, zeg maar. Ik sta er helemaal achter. Okay, hoe eerder we er vanaf zijn, hoe liever het mij is. Ja, begrijpelijk. En maar dat u maar één iemand mag ontvangen op visite, wat vindt nou, u daar dan van? Dat vind ik niet fijn. Dat vindt u niet fijn? Nee. Dat vindt u lastig? Dat vind ik heel lastig. Ja. Ik ben alleen. Ja. En met mijn buurvrouw naast mij doen wij wel veel dingen samen. Je kan dan niet samen ergens heen. Nee. En dat is niet fijn. Dat vind ik jammer. Maar last, we houden ons er wel aan. Nou, we hebben alles afgezegd. Kijk eens aan. Ja, u klinkt consequent. Ja, zeker. Okay. En als we dat allemaal doen, des te eerder zijn we ervan verlost. Nou, dank u wel voor uw reactie. Geen dank. Graag gedaan. Ik heb wat vragen. Vanavond wordt de avondklok van kracht. Ja, dat is niet goed. Ja, wat vindt u daarvan? Goeie zaak. Ja. Vindt u het niet lastig om niet naar buiten te kunnen met de kinderen misschien? Nou, dan slapen ze al, denk ik. Oké, okay. En u mag ook geen mensen ontvangen op bezoek, hè? Eén nog. Eén iemand. Is dat niet moeilijk? Nee. Geen probleem? Geen probleem. Oké, okay. Bedankt. Fijne dag nog, hoor. Dag. Nou, vanavond wordt de avondklok ingevoerd. Historisch moment. We hebben het nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Wat vindt u ervan? Ja, ik vraag me af of het helpt. Oh ja, u hebt uw twijfels. Ik heb een twijfel. Ik denk niet hier, maar ik denk in de grote steden, denk ik. Ja. Dat niet iedereen eraan zich gaat houden. Ja. Dat zou best. Ik denk dat je hetzelfde krijgt als wat je voorheen had met de winkels. Die waren tot 6 uur open. Dus iedereen deed dat in de tijdbestek. Ja. Toen op een gegeven moment werd het verlengd naar 9 uur. Ja. En toen op een gegeven moment werd het bijna 24 uur. Mensen gaan het zich verspreiden. Ja. Dus ik denk hetzelfde met hier. Ik denk dat een hele hoop mensen dan toch bij elkaar komen. Gezellig blijven hangen. En dat was dat neemt u aan of heeft u al signalen opgevangen nee, nou, dat dat niet gebeurt? Hier, denk ik. Nee, als je dat wel op de televisie ziet met studentenwoningen en zulke dingetjes. Dus u twijfelde aan de efficiëntie van de maatregel, begrijp ik. Als ik het zo maar samenvat. En wat vindt u van het feit dat we maar één persoon meer in huis mogen ontvangen? Ja, ik vind het allemaal prima. Het liefst zo scherp mogelijk. Ja. Voor mij mag het allemaal. U bent ook intussen al corona moe? Ik ben nog niet corona moe, want ik kan nog gewoon werken. Ja. Dus en mijn dagelijks leven gaat wel door. Ja. Ik heb wel het idee dat ik de sociale contacten mis. Ja. Die mis ik wel heel erg. Ja. Begrijpelijk. En qua besmettingen in uw directe omgeving? Nee. Geen bijzonderheden? Nee, wel één keer getest. Ja. Voor het geval dat. Ja, oké. Okay, allemaal negatief. Maar goed, we gaan het meemaken vanavond. Na 9 uur binnen blijven. Hè? We blijven binnen. Oké, okay, bedankt. Fijne dag nog, mevrouw. Klok vanavond. Wat vindt u ervan? Ja, maakt mij op zich niet zoveel uit. Nee? Nee. Oké. Okay. Als we er zo vanaf komen, dan vind ik het best. S'avonds deed je al niet zoveel? Nou ja, mag toch niks. Dus, nee. Maar geloof je in de efficiëntie van de maatregel? Ja, ik vind het zo'n beetje twijfelachtig. Twijfelachtig. Ja, maar als we in Den
jaar zeggen dat het ja. komt zo, ja, dan vind ik het best. Ja, precies. Ja. Een lastige tijd ook voor jonge mensen. Nou ja, een feestje en zo, dat gaat er altijd wel in. Dat is wel ja. gezellig. Ja, ja. ja. maar ja. De samenkomsten en het samenkomen, hè, dat wordt ook beperkt toch, hè? Ja, dat is nou ook wel lastig, dat, ja. dat ja. zeker. Maar goed, zo af en toe, s'avonds met een paar vrienden zit ik sowieso wel. Maar ja, dan met die avondklok gaat dat dan niet door. Nee, dat is ook dus, de bedoeling ja. eigenlijk, hè? Ja, okay. maar ja, dan moet dat maar even. Ja. Een paar weken, dus dan ben je er ook weer vanaf. Je werkt er wel aan mee? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja, zal wel moeten. ja, ik doe liever mee als een dikke print aan de broek.